Wacht even. Deed gisteren nou Zelda mijn outro? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie 91 zeep. In de vorige aflevering zijn we erachter gekomen dat na een toernooi te winnen Alexandria aan wordt gevallen. Dat is vervelend. Maar goed, Zelda hoorde muziek. Waar komt het vandaan? Ja, dat weet ik niet. Komt het van boven? Ja, dat weet ik ook niet. Ga dan naar boven toe. Nou, elke kamer waar je dus zeg maar nou niet naartoe hoeft te gaan, krijg je een sparkle effect. En word je dus geleid naar de kamer waar je eigenlijk naartoe hoort te gaan. Dus je kunt niet echt alles exploren op dit moment, omdat je dus zeg maar niet overal naartoe kan. Je kan niet naar de troonbalkon toe. Je kan niet naar je eigen kamer toe. Je kunt niet terug naar buiten toe. Je kunt alleen maar één bepaald pad op. En die gaan we nou ook volgen ook. Dus we moeten hier de trap volgen en dan zien we dus zeg maar dat er echt een no point of return is. Omdat de zwaardjes achter ons dus ook automatisch dicht gaan. Waarom weet ik niet. Waarschijnlijk heeft het iets met het defense system te maken. Misschien. Ik weet het niet. Ik heb het niet gebouwd. Ik kan alleen zeggen dat het er wel sparkly mooi uitziet. Wauw. Er is net een trap uit het niets verschenen. Laten we er naartoe gaan. Waarom ook niet? Logica is mijn broodje gezond verstand ingesmeerd met boter. Nou ja, als dat zomaar in één keer uit het niks kan verschijnen, dan zal het vast en zeker niet gevaarlijk zijn om daar naartoe te gaan als een prinses. Kan ik trouwens wat van equipment veranderen voor onze... Ja, wij kunnen de healing rod equippen. Dat zullen we maar eens eventjes gelijk doen. Daar heb jij verder niks nieuws. Daar heb jij verder niks nieuws. Hier heb je verder niks nieuws. Hier heb je heel veel nieuws. Ja, je kunt nou dus zeg maar... We kunnen Atomos, Leviathan... die summon die we dus zeg maar hebben gevonden... voordat Braintje doodging. We kunnen Shiva kunnen we leren. We kunnen Ifrit kunnen we leren. Ik zie hier Mini en Float. Ik zie hier zelfs Reflect 0. Healer. Oh, we kunnen zoveel leren met jou hier. Autolife. Ja, die wil ik eigenlijk bewaren voor iemand. Weet je waar? We gaan jou gewoon een summon geven. Laten we beginnen met die nieuwe summon, waarom ook niet. Goed. Nou, hebben we jou ook weer even geëquipt. Niet dat het nodig is, want ik denk niet dat we met jou in een battle gaan komen of iets. Maar goed, ga maar in het midden van de oog staan. En dan zal er vast niks ergens met jou gaan gebeuren. Wat is deze plek? Ja, dat weten we ook niet. Leg jij het uit? Jij bent daar de koningin. Ik kan nog steeds de muziek horen, maar waar komt het vandaan? Jij bent daar de koningin, dat moet jij toch weten? Wat doe ik hier? Ja, dat weet ik niet. Jij bent daar naartoe gelopen. Moeder! Zeepie! Nee. Ik kan niet meer afhankelijk zijn van hun. Als een koningin van Alexandria moet ik mijn koninkrijk beschermen. Oh. Juist. Het schip heeft nogal veel last van turbulentie. Ja, dat kan niet geholpen worden. Ik heb het schip wel zo'n ongeluk gemaakt, dus wak, en mijn stem is weer veranderd, maar dat maakt niet uit, maar ik heb geen idee wat er kan gebeuren. Nou, het klinkt alsof dat hij elk moment kan neerstorten. Maar misschien. Maar ik denk dat we in ieder geval het naar Alexandria kunnen halen. Oh, nou, we zullen maar weer onze vingers kruisen en hopen op het beste. Zeepie. ik voel me niet zo lekker. Ja, kom misschien... Oh, kom waarschijnlijk van de vlucht. Ga naar binnen en krijg even wat slaap. Probeer in het midden van het schip te blijven, dan heb je de minste beweging. Ja, ga maar houden. Ja, oké, bedankt. Shawnee? Ja? Ik zag iets sparkelen bij jou, Huh? Kijk, sparkly. Zelda? Zelda? Shawnee, wat gebeurt er? Ik dacht dat ik net Zelda hoorde. Wat? Oh man, er is echt iets mis met dit schip. Dit licht. Misschien is het heilige iets. Heilige iets? Shawnee? Wat gaan we doen? De summoner wordt geroepen. Alexandra Judgment, die komt eraan. Tuurlijk, spring gewoon van de voorkant van het schip af. Zou ik ook hebben gedaan. Ik bedoel serieus, het schip is absoluut niet veilig of iets in die trend.
Juist. Shawny, waarom ben je hier? Ik hoorde je stem op het luchtschip. Oh, dat verklaart een hoop. Ik voelde jouw aanwezigheid ook en ik was in één keer omringd door licht. Het gebeurt weer. Zelda, dit is het licht van mijn bestemming. Het licht van bestemming? Een summoner's licht van bestemming, die komt als alle vier de jewels bij elkaar komen. Dit licht verschijnt als een holy alien roept voor de summoner. Kom op Zelda, als summoners moeten we onze taak voldoen. Of iets in die trend. Ja, maar ik weet niet wat ik moet doen. Het is oké, ik zal het je laten zien. Eerst moeten we onze handjes vasthouden. Oké. Zoals dit? Nou, bid in je hart. Oh, Holy Guardian, luister naar ons gebed. Gebed, iets. Ik ben 6. Blame me niet. Er komt duisternis weer over ons aan. Oh, Heilige Guardian, heer ons gebed. Gebed, ik weet niet. Ik ben 6. Haal ons uit de duisternis en breng ons in het licht. Heel veel sparkles, dat wel. Wauw. Dat beschermt alleen maar het kasteel. Denk aan je volk. Ik denk niet dat Beamoet dat leuk vond. Ik denk dat hij daar zelfs problemen mee had. Ah, dat is zo mooi. Alexander, de legendarische Edelion. Dus, jij probeert het kasteel te verdedigen met je mooie vleugeltjes. Wat mooi. Jouw krachten zijn zelfs nog verder als die van Beamoet, Alexander. Ik heb op je zitten te wachten. Ik heb een magische koets voor je geregeld. Ik weet zeker dat je het leuk gaat vinden. Invincible, kom naar beneden. Je bent voor mij, Alexander. Wat is hij van plan? En wat is de Invincible? Oh, dat is dat gekke ding weer. Nieuw dat er gaat gebeuren. Je bent veel te ver gegaan, Kuja. Ik heb je de vrijheid gegeven om je te laten doen wat je wil in Galia, voor alleen maar één doel. Nu heb je je missie niet meer in het oog. Oftewel, ik zal niet meer langer jouw manieren tolereren. Je hebt geen idee van waar je vandaan komt. En je bent het gewoon aan het negeren. Ik laat het je snel genoeg zien. Jij ook, Zepi. Hey, hou mij er buiten, ja. Ik heb een advocaat. Wie ben jij eigenlijk? Kamehameha? Huh? Wat is er gebeurd met de Invincible?
maak Alexander de mijne, zoals dat je Behemoth hebt verslagen. Kan het die Garland zijn? Nee, onmogelijk. Waarom zou hij naar Gaia zijn gekomen? Als het inderdaad Garland is, dan moet hij mijn plan weten. Maar waarom heeft hij de Invincible overgenomen? Nee! Hij kan niet! Kutja wordt boos! Oh mijn hemel! Oh, dat was een behoorlijke rit. Je klein insect. We konden dood zijn. Destiny heeft gelijk. Ik zeg juist, het was een probleem. Het was een fout om met het luchtschip hier naartoe te komen. Nou, ik zei dat jullie hier op een of andere manier in moeten komen. Kom op jongens, we zijn hier in één stuk en daar wat het belangrijkste is. Hij heeft gelijk. Ik ga nooit meer op een luchtschip. Nooit, nooit meer. Sorry, Tauler. Juist. Kapitein! Waar is de hoogheid? Dat weet ik niet. We zijn ook op zoek naar haar. Verdorie, ik moet de kapitein vinden. Kapitein, 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 kapitein. Oké, laten we Zelda gaan vinden. Ja, maar we moeten Shawnee ook vinden. Ja, ze zijn waarschijnlijk samen. Nou, nu komt dus eindelijk het punt waar ik zo lang op heb gewacht. Zorg ervoor dat heel jouw team goed geëquipt is. Eén verkeerde equipment kan namelijk je kop kosten. We gaan namelijk naar één van de Hidden Boss Battles. Die heeft niks te maken, maar dan ook absoluut niks, met wat we nou gaan doen. Dus hou er wel rekening mee. Wat we gaan doen is, we gaan dus zeg maar eventjes onze equipment even langs om te kijken of iedereen alles wel geëquipt heeft. Wat we willen, autoreflect, die willen we zeker eigenlijk, ja ik weet niet, die wil ik niet equipen eigenlijk, maar... Oké, iedereen is van alles aan het leren, dat is alleen maar gunstig. Want wij gaan dus naar een secret boss battle. Die zit hier. Maar het eerste wat we eventjes gaan doen, want deze is behoorlijk pittig en dit is de laatste keer dat je hem zou kunnen doen, is eventjes de 7 bij een Moogle. Als ik me niet vergis, zit er een Moogle aan deze kant? Dat weet ik niet zeker. Nee, krijgen we iets van jullie? Nee, krijg ik iets van jou? Nee. Jullie zijn zinloos! Paniek situatie op zijn hoogste en jullie doen helemaal niks. Ik wil eigenlijk 7. Jongens, mag ik even 7? Zit die Moogle nog aan de zijkant van het kasteel? Zit die nog hier? Zou fijn zijn. Ja, daar zit hij nog. Wil je een brief sturen nog? Nee? Oké, nou ik wil heel eventjes 7 voor de zekerheid voordat we naar de geheime bos gaan. Dit is de bos waar ik het eerder over heb gehad. Dat je die dus zeg maar veel eerder zou kunnen krijgen. En toen dacht ik dat we op het punt waren dat we dus zeg maar die baas zouden moeten gaan verslaan. Maar nee, we zitten nu op het moment dat we dus zeg maar die baas moeten verslaan. En geloof me, dit wordt geen makkelijke baas. Dit wordt een hele moeilijke baas. Deze baas is namelijk een van de secret hidden bosses in het spel verborgen. En die hebben ze behoorlijk moeilijk gemaakt. Dit is echt de laatste moment dat je dus zeg maar tegen hem kan vechten. Wat je wil doen is, je wil hier naar deze boekenkast toe. Misschien deze boekenkast. Jongens. Wat is deze dan? Oh, hier. Ik heb een vraagteken. Hier. Ik hoor iets praten! Laten we luisteren. Vecht tegen mij als je durft. Doen we! Je hoort een gewoon normaal battle muziekje, maar het is een baas, geloof mij maar. Dit is Boekwormpje. Ik noem hem zo, maar hij heet natuurlijk een boekwormpje. Maar dit is dus zeg maar een boek en die kan heel erg vervelend zijn. Wat we hierbij moeten doen is, we moeten hem op een bepaalde pagina krijgen. Die aanval willen we zeker uitkijken, want die doet ontiegelijk veel pijn. Gelijk een counteraanval, daar ben ik wel blij om. Dan gaat hij, als het goed is, open naar een pagina. En ik wil dat jij eigenlijk gelijk even... Wacht even, wat nou? Kruiswind? Ja, even regen op iedereen. Wat gaat hij nou weer doen? Ah nee, niet twee keer achter elkaar, dat kan ik niet overleven, man! Oh, Wilma Bier, die ligt er al uit. Doe jij eens eventjes een bio op hem. Tro? Nee, nog niet. High Potion. Page 79. Niks. Dory. We moeten een kleine blob zien te vinden, dus zeg maar in zijn pagina's.
Daar moeten we hem zien te vinden. Hij heeft een enorme aanvalskracht, zoals je dus ook kan zien. Dus het zou fijn zijn om hier een White Mage bij te hebben. Maar dit is dus eigenlijk het beste moment dat je dus zeg maar tegen hem zou kunnen vechten. Dus je wil zijn blob zien te vinden. Nou, ik zit weer op 39. Pagina 118. Niks. Oh boy. Er zit een soort van strategie in deze baas. Maar hoe dat die precies werkt, dat weet ik dus niet zo goed. Dus dit gaat echt puur om healen en proberen jezelf in leven te houden en die blob zoveel mogelijk aan te vallen. Doom. Oh, fijn. Doom, die werkt ook nog eens een keer. Dus dat wil zeggen dat Dilma op een moment dadelijk neervalt als die timer opvalt. Dus dan kunnen we daar beter naar even een... Dan kunnen we dan dadelijk maar beter een Phoenix down op gooien. Doe jij nog maar één keer eventjes in een aanval, zodat het boek open gaat. Of jij misschien, ik vind het best. Hebben we hem? Ja, daar is het beest. Oké, mooi. Nou willen we dus zoveel mogelijk aanvallen. Geloof me, je wil niet stealen, je wil echt aanvallen. Blijf jij open? Nee, hij is alweer... Oh, hij is alweer weg. Verdurie. Je wil echt één aanval voor hem open houden en hem dan zoveel mogelijk doen. Volgens mij wil je hem echt met magie... niks anders dan met magie aanvallen. Dus, één voor één zouden ze eigenlijk moeten aanvallen. Oh, dit is echt zo'n lastige baas. Oké, niks op die pagina. Niet weer die peper. Oh, verdorie. Oké, dan moeten we gaan healen. Phoenix down op Destiny. Ook niks op die pagina. Ja, dat weten we ondertussen wel. Oké, die is gedaan. Phoenix down. Oh nee, niet weer! Ik ben zo dood! Ik wil even een elixir op mezelf, jongens. Ik ben aan het concentreren, daar word je niet vrolijk van. Oh, deze baas is moeilijk. Oké, gelijk jij Phoenix down op Wilma B. Jij valt hem nog een keer aan. Heb ik iets van een goede... Ik weet dat ik heel veel Peridots heb. Laten we hopen dat het... Wilma B goed gaat healen. Destiny willen we in ieder geval niet gaan healen, want die gaat dus zeg maar dadelijk weer op één oor liggen. Aangezien dat zijn timer alweer loopt. Oh, hield het veel? Juist! Dat moeten we hebben. Oké, er komt de Weepenstorm aan, dus jij gaat dan sowieso neer. Ik haat die aanval zo erg. Zeg dat hij hierin zit. Oh, kom op zeg. Oké, Destiny is weer terug. Jij moet weer eventjes een reiswind doen. Regroep iedereen. Ja, we hebben hem weer gevonden. Oké, throw. En dan willen we een Rising Sun recht tegen hem aangooien. Dan hoop ik dat we nog een aanval krijgen op hem. En dan doe ik gewoon bio. Kom op. Ja, jij kan poison doen, dat weten we ondertussen wel. Dat maakt niet uit. Haha. Oké, daar komt de Rising Sun. Die doet lekker veel schade als ik me niet vergis. 2200. Kijk, dat zijn de schade die we dus willen hebben. Nee, hij gaat echt naar elke aanval. Gaat hij dicht. Dit is zo'n zwaar moeilijke baas. Maar wij zullen niet opgeven. Oké, nou, daar komt Bio over aan. Ja, Bio, die willen we eigenlijk op hem gebruiken. Ik weet niet, volgens mij moet je hem alleen maar aanvallen met magische spreuken of zo. Dus heel voorzichtig, beurt om beurt dan maar. Oké. Nou ja, met HP zitten we nou nog even goed, dankzij die regen. Maar nou komt er een papierstorm. Het is zo moeilijk om iedereen in leven te houden hier. Nou, Zeepie die gaat aanvallen totdat we dus zeg maar dat gekke beest weer vinden. Nee, niet nog eens. Oh boy.
Touwler, gauw vol. Oké, Touwler die blijft leven. Goed zo. Phoenix down. Phoenix down. Jij ook Phoenix down op Wilma B. Oh, ik heb echt... Waarom heb ik geen super heal items of iets? Oh nee, niet nog een keer. Ga jij eens even... Oh boy, dit is slecht. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Oh god, ik ga dit niet halen zo, jongens. Hoe vaak doe jij die wel weer achter elkaar? Oh mijn god. Game over. Daarom wou je saven. Ik ben zo bij jullie terug. Oké, ronde nummer 2. Ik heb de Towler, ik heb iedereen uitgerust, zeg maar, met een speciale extraatje. Namelijk, de Towler heeft nu auto life. Dus op het moment dat hij doodgaat, wordt hij één keer automatisch gegenerate. Dus dat is altijd heel erg handig. Ik heb er ook gelijk eventjes voor gezorgd dat iedereen antibody heeft, waardoor dat ze niet gepoisoned worden. Dus ja, de enige strategie is dus, zeg maar, ons de beurt gaan proberen te aanvallen om de pagina te vinden waar dat hij zit, zover ik zelf weet. En als je hem vindt, volgens mij alleen magische spreuken erop doen. Oké, daar hebben we hem gevonden. Oké, tijd om gelijk dus een magische spreuk te gaan proberen. Bio. En ondertussen doen de anderen eventjes Wilma B eventjes omhoog helpen. En als ik me niet vergis, door bio te blijven gebruiken of magische spreuken, zal die niet terugtrekken in het boek. Tenminste, zover ik me heb onthouden van die baas. Dus je wil geen throw aanvallen gebruiken of wat dan ook. Dus ja, even kijken. Die doet 1500, dat is alleen maar gunstig. Oké, hij doet even een chakraatje op de Towler. En hij blijft dus, zeg maar, buiten zijn boek zitten. Dus hij blijft poison doen. Daarom wil je antibody op iedereen hebben. Nog een keer bio. Black Mage. Oké, there we go. Kan ik misschien iets doen? Thievery. We doen hem nou goede schade. Zonder dat hij begint te mouwen over. Ouch. En de enige die geen antibody had, dat is onze Destiny. Dus die moeten we eventjes gelijk eventjes een antidote geven. En hij is al neer. Dus ik ben te laat met een antidote. Thievery is ook een magische spreukaanval. We hebben hem nog niet in actie gezien. Maar volgens mij doet hij ook niet zoveel schade op het moment. Omdat we hebben nog niet zoveel attack eigenlijk dus, zeg maar, gedaan. Ik wil eventjes die Peridot gebruiken op Wilma B. Doe hem nou heel erg veel schade. Dat is alleen maar gunstig. Oké. Wilma B is helemaal geheeld. We hebben een eater kunnen stelen. Nou, dat is niet zo erg handig. Ik weet niet of het echt veel boeiende dingen geeft. Als we dus, zeg maar, van hem stelen. Maar daar komen we maar op één manier achter. Ondertussen wil ik eventjes gelijk Destiny omhoog hebben. En gelijk een steel aanval er tegenaan doen. Hopelijk blijft hij buiten zijn boek. Want volgens mij is het ook nog een tijd aangebonden. En Bio doet gewoon het meeste schade. Oké, Destiny die staat weer. We hebben niks kunnen stelen, tuurlijk. En hij gaat weg. Oké, dat geeft ons perfecte kans eventjes om gelijk dus weer een Peridot op Destiny te kunnen gebruiken. Jij valt hem gelijk eventjes aan. Jij zorgt eventjes weer gelijk voor onze healing. Zit hij daar? Nee? Oké, gelijk door met aanvallen. Dit gevecht is zwaar. Oké, autoregen die staat weer aan. Jij moet op standby blijven, dus jij valt hierna nog een keer aan. Dan heb ik twee aanvallen tegelijkertijd lopen, maar ik weet zeker dat hij niet bij de eerste gaat komen. En ik... Is het goed, zo overleeft iedereen het nou. Nice. Doe jij maar even focussen. Jij gooit even een high potion op jezelf. Zit hij ook niet?
Door te focussen met de touwler doen zijn aanvallen dadelijk veel meer. En nou moeten we wel eventjes wachten om te kijken of hij op die pagina zit. Oh boy, daar gaan we met Doom weer beginnen. Op mij nog wel. Damn it. Ah, hij is mis. Oeh, hij is mis. Oké, aanval komt. Dan nog een keer de aanval. Hallo, bio-aanval. Oké, wie moet er allemaal geheeld worden? Oké, jij gaat alleen maar zo goed. Jij doet weer poison, maar dat boeit niet. Ja, tenzij dat je het op Destiny doet, omdat die heeft nog geen antibody. Maar dat maakt niet uit. Hij doet het niet op ons, dus dat komt alleen maar goed. Oké, dan hebben we Rijs Wind weer. Jij doet nog een keer je bio-aanval, want die doet het meeste schade tegen de beest. Oh. Dit is intens, jongens. Zo. Het is jammer dat jij nog geen andere aanvallen kan leren. En oh, je hebt nou... doe maar even niks. Jij doet stealen. Heb jij niks van aanvallen? Nee, je hebt geen magische aanvallen. Gebruik even een antidote op jezelf, zou ik zeggen. Waar ben je? Antidote. Oké. Jij wacht ook nog even een beurt. Tijd voor weer een bio-aanval. Ik weet niet of we iets kunnen stelen of iets, maar we gaan het gewoon proberen. Ik weet niet of jumpen... De touwder heeft nog genoeg aanval, dat zeker. Couldn't steal anything. Hij doet weer poison. En de enige die nu aan kunnen vallen, dat is eigenlijk de touwler. En ja, Zeepie. Maar Zeepie wil ik het liefst dan de steal command geven. Dus ja. Oké, laten we die maar gewoon eventjes op open laten staan. Kijk, want nou bijvoorbeeld zitten we bijna niet meer op genoeg MP. Dus daarom kunnen we hem nou een eater geven. En dat zorgt ervoor dat hij dus zeg maar genoeg heeft. Dus ik ga gewoon dit proberen te herhalen totdat we hem hopelijk verslaan. Ah nee, hij gaat weer weg. Verdurie. We hebben wel de Silver Fork kunnen stelen. Dat is een heel sterk item voor Evier. Dus ja, ik denk dat we het beste... Ja, jij moet er even focussen. Oh boy, dan gaan we weer met de papierstorm beginnen. Oh boy. Hoeveel HP heeft dat beest wel niet? Wilma B komt in trance, maar helaas hebben we niks aan Wilma B's trance. Een oneindige jump aanval is niet echt waar we nou op zitten te wachten. Oké, we hebben hem weer gevonden hoor. Red werd een getheid. Oké, gaan we weer bio erop aan doen. Wilma B komt weer terug. Ik ben benieuwd wat zijn laatste item eigenlijk is. Gooi maar even een high potion op jezelf en gooi jij maar weer even een antidote op jezelf. Ondertussen is dat beest er ook achter wie dus zeg maar het zwak is tegen poison, dus... We hebben hem! Oh! Jezus! Je krijgt 30 AP van die gozer. 3146 AP. Iedereen die leert dus van alles tegelijkertijd. En je krijgt daar gratis even niks voor. The Running Shoes. Een van de meest geweldige items van het spel. Oh. Oh, dat gevecht echt. Oh. Je bent het waard. Nou, dankjewel. Oké, nou, ik zal jullie gelijk eventjes de Running Shoes laten zien. De Running Shoes. Die ga ik ook gelijk geven aan mijn lievelingskarakter om een titel te geven. Dat is namelijk... Auto-haste. Iedereen kan auto-haste leren. Auto-haste zorgt ervoor dat jij automatisch
veel meer kan aanvallen als al je andere teammembers. Je zult altijd de speed upgrade gelijk op hebben met deze ability die je dus hebt. Nou, nadat we dus zeg maar dat hebben gehad, zie je dus zeg maar hoeveel dat er wel niet bij is geleerd. Ik bedoel serieus, 60 AP bij alles als je Ability Plus hebt equipped. Dit is er eentje, die wil je gewoon... Dit wil je gewoon niet missen. Die wil je gewoon hebben, Rodus. Even kijken. Lancer. Leer jij die niet dadelijk van de... Ja, dus het heeft weinig nut om jouw Lancer te geven. Even kijken. Wat heb je dan nog meer? Counter. Wij pakken een counter. Hartstikke handig. Oké, dan gaan we heel eventjes verder. Jij had Auto Life die al aan het leren was. Heb je hier gezegd? Even kijken hoor. Beast Killer. Ik zie alleen maar Beast Killer staan. Wacht even, heb je... Ik heb al die tijd al de Poison Knuckles gehad en ik heb die nog in één keer ge... Oh, ik ben echt slim. Ach ja, maakt niet uit. Flea Jail, die ga je niet nodig. Bug Killer is veel belangrijker. Oh, ik zie hier een heleboel. Waar was die andere? Return Magic. Oeh. Wacht eens eventjes. Return Magic kan... Die kun jij ook leren, dat weet ik. Maar waarom kun jij die dan niet dragen? Waarom kun jij hem niet dragen, Towler? Waarom niet? Oh, het is voor Warriors. Nou, het is er eentje, die willen we hem zeker geven. Dus vandaar. Even kijken. High Tide kan nog even wachten. Autofloat Man Eater. Add Status. Ja, die willen we jou zeker geven. Oké, dus we hebben de equipment gedaan. En nou ga ik dus eventjes gelijk ook eventjes door naar de abilities. Want Auto Haste wil je equippen. Even kijken, Ad-status. Hebben wij een wapen met Ad-status? Volgens mij is dat Confusion, maar dus de meeste is daar toch tegen voor Protector. Dus Ad-status die mag van mij uit. Hoeveel hebben we er nodig? 8 of 9? 9 zelfs. Oh, ik heb Bandit ook nog steeds uitstaan. Dat is niet handig. Damn, ik moet nou keuzes gaan maken. Jammer dan eventjes voor die Bright Eyes. Daar hebben we dingen voor uitgevonden. Destiny. Voor jou willen we Ability Up en Return Magic. Return Magic. Je had wel Antibody. Waarom is die niet geëquipt bij jou? Waarom is die niet geëquipt bij jou? Maakt niet uit. Return Magic wil je geëquipt hebben. Op het moment dat de magische spreuk tegen Destiny wordt gedaan, doet hij hem automatisch tegen zijn vijand. Zo, dit was even een baas, daar word je niet vrolijk van. Maar goed, we hebben dus nou een extra baas verslagen. Dit is een hidden boss. Deze hidden boss. Dit was het laatste moment dat je hem dan kan verslaan. Je kon hem eerder pakken, maar succes met overleven. Want het is niet een makkelijke baas om bij om daarbij te blijven leven. Dus, bij de volgende aflevering. Dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je nog vragen? Heb je het leukste momentje? Laat weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Morgen gaan we hopelijk verder met het verhaal. Tot we dus zeg maar richting Zelda gaan. Dan kunnen we kijken wat er daar gebeurt. Dus ik denk jullie voor het kijken. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Tot dan jongens. Doei!